Ons Tommeke was onlangs in Parijs, want hij heeft van Blizzard een mooi nieuw project, gehoord, of mogen zien. We hebben het namelijk over Heroes of the Storm 2.0. Dus het is niet nieuw. Nou ja, het is wel nieuw, maar het is niet nieuw. Het was inderdaad wel dat mensen ook vroegen van waarom ging je nou ook weer naar Parijs? En dat is zo van, oh, een game die al zeg maar 2 jaar uit is. Ja, ze gaan Heroes of the Storm helemaal omgooien. Echt best wel bizar, want die game gaat best wel lekker. En nu in één keer zoiets van, nee, mensen zijn niet tevreden, we gaan het helemaal omgooien. En daarom hadden ze zoveel updates en aanpassingen gemaakt dat ze dachten, dan maken we een heel nieuw pakket van. En noemen we dan Heroes of the Storm 2.0. Ja, en als ik het zo hoor, is het best wel een beetje gelijk aan een andere Blizzard game die we kennen. Ja, ik heb ook gesproken met de developers en de gasten erachter. En inderdaad, die vergelijking is makkelijk te maken. Dus ze hebben een beetje wat geleend van Overwatch in een heleboel aspecten. Er zijn sprays nu, je hebt een compleet nieuw progressiesysteem wat best wel lijkt op die van Overwatch. Er zijn loot chests met cosmetische upgrades. En zo zijn er nog wel een aantal van die andere kleine dingen waarvan je zegt van hey, volgens mij hebben jullie een aantal dingen van Overwatch afgekeken. Maar dat mag, want het is Blizzard, dus het is, ja. het is in-house natuurlijk. Hè? En het werkt waarschijnlijk ook nog wel voor zo'n spel. Ja, nee, inderdaad. Vooral de sociale features en hoe ze de progressie nou aan gaan passen is dat denk ik wel goed. Want er zijn banners, er zijn sprays, er zijn voice lines. Ook weer echt zo'n ding waar het een beetje lijkt op Overwatch. En aan de andere kant heb je bijvoorbeeld dat er nu ook announcers te kiezen zijn. Dat is wel een beetje zoals natuurlijk StarCraft, dat je eigen announcer mag pikken. Wat trouwens hilarisch is, want het is gewoon leuk om elk potje met Brightwing als je announcer te werken. Want dan word je helemaal wild van... 3, 2, 1, oh you died! Oh, died! Ja, dat is echt is heel lekker, leuk om te doen. Mooi. Maar goed, ja, het is een gigantisch array aan kleine aanpassingen, zeg maar. Dus ik dacht, als je dat allemaal wil weten, ga de geschreven preview lezen wat er allemaal in Heroes of the Storm 2.0 anders is. We kunnen het nu wel even hebben over het gevoel wat het geeft. Ja, of zo. Want we weten hoe Heroes of the Storm eruit ziet. Jij hebt het gespeeld, ik heb het gespeeld. Ja. Ziet het al er lang nog... trouwens niet meer. Hè? Dus ik kwam daar ook aan en ik had sinds launch niet meer gespeeld. Dus ik werd compleet weggevaagd door andere journalisten die echt nog dagelijks spelen. Dus dat was pijnlijk. Inderdaad, sinds de launch van Overwatch is bij mij weggezakt. Ja, ik heb kort na de launch van de game zelf. Ik heb de Genji skin ooit nog gehaald en toen... ja, nou was ook... Maar daar zie je ook wel weer dat Heroes of the Storm en andere Blizzard IP's, dat ze heel veel overlap natuurlijk hebben. Heroes of the Storm is al zeg maar de Blizzard overlap game, maar dat ze ook vaker van die samenwerkingen tussen de games hebben. Dat ga je denk ik ook wel vaker terugzien. Ja, en want je weet, ja, zoals ik zei, wij weten hoe Heroes of the Storm eruit ziet, ja. Maar ziet het er nog hetzelfde uit? Of hebben ze ook gewoon de looks anders gemaakt? Nee, het is eigenlijk, de game blijft echt de versie die je kent. En ja. De meta blijft hetzelfde. Nou ja, oké, de meta is natuurlijk altijd veranderende. Maar nee, ze gaan een heleboel dingen omgooien, maar het blijft wel Heroes of the Storm. Dus die game die speelt hetzelfde, ziet er hetzelfde uit. Ze gaan ook geen graphic overhaul doen of zo. Het is meer dat ze gewoon heel veel kleine updates brachten. Dus je krijgt wel, het ziet er natuurlijk anders uit in het feit dat je... De menus zijn natuurlijk anders omdat de progressie nu anders is. Het feit dat er nu loot chests zijn waarmee je meer cosmetische dingen hebt. Je kunt een aantal cosmetische loadouts voor jezelf opslaan en dergelijke. Maar het zijn dus heel erg veel gewoon die... Ja, ik blijf het zeggen, cosmetische dingen en de progressie zijn eigenlijk de main overhauls. En verder is het nog steeds gewoon Heroes of the Storm zoals je ermee bent opgegroeid. Ja, en die... Lootboxes, want je zei je krijgt cosmetische dingen uit. Ja, het is het dan echt precies zoals zoals Overwatch, dat je ook costumes en zo kunt krijgen? Ja, er zijn het leuke is wel, ze noemen het loot chests, dus het zijn geen lootboxes, dus een subtiel verschil. Maar nee, daarin zitten je skins, je voice lines, dingen als emoji packs die je uit verschillende games kunt krijgen, sprays, banners. Announcers, je kunt er alles uithalen. Je kunt er ook weer nieuwe shards uithalen. En shards is nog een extra currency. Het is heel erg apart hoeveel currencies ze nou hebben. Je hebt natuurlijk gold, wat je verdient met elk potje spelen. Yeah. Je hebt shards, die je kunt gebruiken om nieuwe items mee te craften. Je hebt gems, wat letterlijk een soort van omzetting is van echte valuta. Waarmee je dus zeg maar dingen kan kopen. Ook loot chests. Maar goed, ze hebben wel heel veel extra valuta's gemaakt, maar ergens voelt het wel hetzelfde als met Overwatch, dat je echt een box hebt en oh, daar krijg je dat eruit. Subtiel verschil is wel dat bij Heroes of the Storm kun je ervoor kiezen om bijvoorbeeld ook te rerollen.
Tegen een bedrag aan gold kun jij zeggen, ik wil deze loot chest nog een keer openen met andere, met dezelfde odds, maar dan misschien een andere uitkomst. Ja. En ook is het mogelijk dat je bijvoorbeeld als je een hero 5 keer levelt, krijg jij een loot chest specifiek voor die hero. Oké. Okay. Dus ze proberen wel ervoor te zorgen dat iedereen, dat als je iets wil, dat je het wel echt kunt krijgen. Niet alleen maar met betalen. Nou heb ik meteen, ik pomp meteen een vraag aan mij op. Ja. Want jij zegt inderdaad, er zijn specifieke loot chests voor specifieke heroes als je een bepaald level bereikt. Ja. Betekent dat dat wanneer 2.0 uitrolt, dat iedereen's level weer reset wordt? Het hele progressiesysteem is overgehaald. Dus er is geen level cap nu meer, op spelers niet en op heroes niet. Dat is vrij technisch hoe ze dat allemaal hebben gedaan, maar inderdaad, je gaat zien dat je level heel erg gaat verschuiven. Ja. Je player level staat nu gelijk aan het aantal levels wat je met heroes bent gestegen. Dus als jij een aantal heroes op level 20 hebt, dan wordt dat zeg maar, cumulatief wordt dat je player level. Dus dat wordt wel een hele rare overstap voor de mensen die er echt veel mee bezig zijn. Maar het fijne is natuurlijk wel dat er geen cap meer is en ook die piek zit er niet meer in. Want het was altijd heel makkelijk om heroes naar level 9 te brengen. Maar dan vervolgens 10, 11, 12 was dan weer grinden. Yeah. Dat gaat nu iets geleidelijker en dat deed mij dus ook weer denken aan Overwatch. Omdat je daar in de levels ook dat geleidelijk iets meer hebt en niet continu het grinden is. Nee, precies. Maar dat wil dus ook zeggen dat de heroes, dat de levels die je al met heroes hebt verzameld, ja, ook die meegaan in je player level. Ja, maar het is heel apart hoe ze dat om gaan zetten. De specifieke zeg maar, getallen zijn daar ook nog niet echt heel duidelijk in. Maar het komt erop neer dat stel je een level 50 player had, dan zit je nu misschien in de 80 of 120 of zo. Dat ligt er maar net aan hoe je hebt gespeeld. Het is ook nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, één ding is wel duidelijk, Blizzard gooit het hele progressiesysteem wel om. En naar het schijnt wordt dit wel fijner voor de hardcore spelers. Okay. En het wordt minder grinden. Dus het wordt meer gewoon levels krijgen, meer van die loot chests krijgen. Met minder elleloos dezelfde of ellenlang dezelfde matches doen ofzo. Dus dat is op zich denk ik wel heel fijn. Ik heb het al een tijd niet meer gespeeld, dus mijn level is sowieso niks waard. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat zijn voor de echte hardcore spelers. Hoe zij het nou gaan ervaren nu die progressie helemaal 2.0 wordt. Ja, en nu hoor ik de meeste mensen al denken, Heroes of the Storm was gratis. Blijft het gratis? Ja, het blijft wel gratis. Het is alleen natuurlijk, Heroes of the Storm had een verdienmodel waarbij jij cosmetische outfits kon kopen. Ja. Dat gaat er nu wel een beetje uit. Die gaan nu dus allemaal naar die loot chests toe. Maar, net als met Overwatch, de loot chests zijn te kopen tegen gems. En gems zijn te kopen tegen gewoon echt geld. En ze zijn ook weer te rerollen met gold. En dan heb je ook nog, als je iets anders wil hebben, heb je shards. Dus die valuta wordt ook echt even wennen voor heel veel mensen. Want ik vond het ook een beetje een fuckton aan verschillende valuta. Ja, er zijn wel meer games die dat doen. Maar ik denk dat je er wel uit kan komen. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal uit gaat pakken als het straks echt live is. Want wij hebben dus al een beetje in die beta mogen spelen. En dat werkte prima. Ik heb alleen zelf niet kunnen levelen. We kregen al emojis al. En toen ik zoiets van, oh, dat is vet. Weet je, de Lucio emojis en alle banners hadden we al, alle sprays hadden we al. Hoeveel daarvan ook allemaal gaan zijn, hoeveel banners er komen, hoeveel sprays er komen, hoeveel emojis er komen. Dat is ook echt iets wat geleidelijk aan, zeg maar, nog uit moet breiden. Dat heb ik ook heb ik met de gasten over gehad. Ze hadden het er al over dat waarschijnlijk ook mensen hun dingen toe gaan sturen. Fan art. Dat ze zeggen van, hey, is dit niet een leuke spray? En dan kunnen zij zeggen, ja, waarom niet? Oh, dat is wel vet. Ik ben benieuwd hoe ze dat verder, uit gaan bodyen, zeg maar. Maar dat gaan we dan straks allemaal zien als het live is. Heroes of the Storm 2.0 gaat eerst in beta en dan in één keer live. Dus het is niet iets met PTR. Ze testen het even in een beta en als dat zeg maar gedegen is, dan lanceren ze dat. En als het goed is, moet die beta nu al ergens live zijn. Okay, dus ik hoop dat snel gaat. Weet je dan ook al een indicatie wanneer het spel echt bam 2.0 hier? Dat ligt dus echt aan die beta. Die beta moet nu ergens langzaam maar zeker opgestart worden in verschillende regionen. En dan, ja, als dat schijnt te werken volgens de mensen die daar in die beta zitten, dan gaan ze het lanceren. Maar het is nog maar de vraag hoe snel dat gaat. Blizzard kennende werken ze daar wel goed aan. En de beta liep in ons geval al prima. We hadden een aantal kleine dingetjes die nog een beetje gebeurd waren, maar die waren al bekend, dus dat wordt al lang gewerkt. Dus ik denk dat met een beetje geluk hebben we over 2, 3, misschien 4 weken Heroes of the Storm 2.0 live, uit beta. Die game is dan uit. Terwijl de game al 2 jaar uit is, maar de update is dan uit. Dus als je alle informatie wil hebben, check de preview. Geschreven preview binnenkort op Gamers.net, website. Ja.
van Tommeke. Ja, en dan heel snel daarna volgt nog meer dingen die ik heb mogen zien, maar daar mag ik het nou nog niet over hebben. Nee, het is heel naar. Ik moest naar Parijs en ik kwam terug met 2 embargo's. Of ik moest naar Parijs. Ik mocht naar Parijs, maar ik kwam terug met 2 guidelines waaraan ik moest houden. Dit is heel veel nieuws. Er zijn nog andere hele toffe uitbreidingen, maar daar mogen we nog niks over zeggen. Dus dat komt over een week of 2. Ik heb het gehoord en... Ja, het is wel. Ik vond het erg vet. Dus stay tuned. Er komt nog heel veel vet Heroes of the Storm nieuws aan. En misschien ook nog wel een extra artikeltje of een extra videopreview gaan we zien. Maar dit was het in ieder geval voor nu. Dan zien we jullie volgende keer weer bij een volgende video preview of review. Of noem het maar op. Wij doen nieuws, fucking veel reviews, op de website. Trailers, vlogs. We hebben alles. Check it. GG. Easy.